Bert de Haas, vicevoorzitter van het ANO-fonds gemeente. Vandaag HR voor de Toekomst Festival. Belangrijk congres, des te meer. Je hebt enorm veel media-aandacht gekregen afgelopen weken. Waarom? Je hebt je druk gemaakt. Er gebeuren spannende dingen. Wat gebeurt er? Ja, ik merk dat de positie van ambtenaren op dit moment wel erg centraal staat. Met name omdat de overheid en de rol van de overheid ook ter discussie staat. En de ambtenaren die moeten natuurlijk de overheid handen en voeten geven. Dus als de overheid ter discussie staat, dan staat ook de positie van ambtenaren ter discussie. Wat heb je geroepen? Want je hebt een persbericht de wereld in geslingerd en sindsdien was je overal te zien. Wat was de kern? Ik heb geroepen dat de bezuinigingen die er nu op de overheid worden gevoerd, dat die ten koste gaan van de ambtenaren, maar ook van de kwaliteit van de dienstverlening. Dat de ambtenaren zeggen van als het zo doorgaat met de bezuinigingen, dan kunnen wij niet meer goed ons werk uitvoeren. En ik denk dat dat wel veel publiciteit heeft losgemaakt. Een van de dingen waar jij mee kan sturen is dat je te maken hebt met een ANO-fonds. Jij hebt daarmee, beslis je mede over een beetje budget om dingen in gang te zetten. Waar zet jij je geld op in volgend jaar? Wat vind je het allerbelangrijkst? Ja, ik zet mijn geld op loopbaanbeleid en sterker maken van werknemers. Waarom? Waarom is dat het allerbelangrijkste voor jou? Nou, ik denk dat als we de werknemers niet meer breder inzetbaar maken, dat al die doelstellingen van een nieuwe overheid niet waargemaakt kunnen worden. De ambtenaren moeten het doen. Dankjewel.